Ik constateer dat de heer Wilders, wanneer het gaat over Marokkaanse Nederlanders, hij aangeeft dat ze door de knieën moeten worden geschoten. Wanneer het gaat over de Schilderswijk of de Beierlandse Laan, dan moeten tanks worden ingezet. Maar op het moment dat de gebeurtenissen zich voordeden in Urk, was de heer Wilders poeslief. Wanneer de gebeurtenissen zich voordeden in Enschede, was de heer Wilders poeslief. Dus ik vraag hem, wat is nou het afwegingskader van de heer Wilders wanneer hij dit soort gebeurtenissen voorbij ziet komen? De heer Wilders. Ja, voorzitter, ik begrijp voor de heer Koes dat het heel pijnlijk is om te zien. We hebben allemaal die beelden kunnen zien in de grote steden. Ja, het waren helaas daar toch heel vaak Turken en Marokkanen die winkels gingen plunderen, die scooters in de fik zetten, die zorgden voor de grootste ellende die we hebben gehad. Ik heb ook gezegd, het zijn niet alleen maar allochtonen. Het zijn ook autochtonen geweest die dat hebben gedaan. Van Urk tot andere plaatsen. Dus ik heb nooit de suggestie hier gewekt of gezegd dat het alleen maar allochtonen zijn, want dat zou niet de waarheid zijn. Maar je ziet wel iedere keer opnieuw in grote steden dat gebeurt, voorzitter. Ik zal de naam niet noemen om hem te beschermen, maar we hebben een mail gekregen van een agent uit Rotterdam die dienst draaide op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Maandag was het geloof ik toen de ellende daar ontstond en hij zegt het waren allemaal Marokkanen. Het waren allemaal Marokkanen. Wanneer het gaat om Urk, voorzitter, dan is de heer Wilders poeslief. Een heel betoog over hetgene wat er gebeurt op de Beierlandse Laan. Het inzetten van het leger op het moment dat er gebeurtenissen, dat er rellen plaatsvinden op de Beierlandse Laan of de Schilderswijk. Maar poeslief wanneer het gaat over Duindorp. Poeslief wanneer het gaat over Urk. Poeslief wanneer het gaat over de witte Nederlanders. Dat is de selectiviteit en de hypocrisie van de heer Wilders. En dat wordt vandaag opnieuw aangetoond. Als je kijkt naar de grote steden, we kunnen ons allemaal de filmpjes zien van de afgelopen dagen. Dat het niet 2, 3, maar dat het tientallen Marokkanen zijn in de Schilderswijk of in Amsterdam-Oost of weet ik waar dan ook, in Rotterdam, waar ze inbreken. Dat zijn allemaal de uwe. Het zijn allemaal de uwe. Niet de mijne, maar de uwe. En ik heb daar schoon genoeg van. Wegwezen met die lui. Tot de heer Koes. Ik zou dus ook, de heer Wilders zou een geloofwaardig verhaal hebben als hij dezelfde taal zou gebruiken voor die kinderen van Henk en Ingrid die de teststraat van de GGD in Urk afvikken. Dezelfde taal zou gebruiken voor die mensen die het nodig vinden om stenen te gooien naar ziekenhuizen. Maar wat de heer Wilders hier doet, is verdeeldheid zaaien tussen groepen Nederlanders. Het onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen op basis van etnische achtergrond. En voorzitter, dat is racistisch. En daar moet de heer Wilders mee ophouden, want dat brengt ons land niet verder. We hebben een opgave, maar dat moeten we samen voor elkaar zien te krijgen. Niet door groepen te verdelen, maar door eenheid uit te stralen. En dat doet u niet, dat heeft u niet gedaan en dat zult u waarschijnlijk ook nooit doen. Voorzitter, eenheid uitstralen. Het zijn juist de Turken en Marokkanen die ons hele land kapot maken. Die ervoor zorgen dat ze iedere keer in Rotterdam en Amsterdam, weet ik wat dan ook, het grote tak... Gaat u nou tegen mij schreeuwen buiten de microfoon? Kunnen jullie een beetje rustig aan doen? We zijn net begonnen. Ik heb geantwoord.